meterbuis die lag daar al en het vormt de ingang van de tunnel onder de Maas door. Dus ze hebben dus die tunnel opengeritst en er het station omheen gebouwd. Het bijzondere is dat de dakconstructie die je nou zo mooi in beeld ziet, niet bedoeld is om het dak te dragen, maar juist om de tunnel naar beneden te houden. Anders zou die namelijk gaan drijven op het water waar het door omringd is. Doordat het een hellingbaan naar beneden is, zijn ook de perrons scheef. Je wordt er ook voor gewaarschuwd als je in het perron opkomt. En er wordt ook voor gewaarschuwd in de metrostellen als die stopt. Een van de aardige dingen is ook als er een metro stopt, dat dan de lichten aangaan. Totdat die wegrijdt, dan gaan ze weer netjes uit. Nee, er brandt nog wel iets licht.